Het Javaans-Surinaams erfgoed wordt opgenomen in de Nederlandse Nationale Inventaris. Er is afgelopen weekend op een levendige en kleurrijke consultatiebijeenkomst in Rotterdam besloten. Maar er is ook angst dat de Javaanse cultuur door de aanmelding in een donkere kelder wordt weggestopt. Nederland inventariseert de diversiteit omdat het land in 2012 het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed tekende. Suriname deed dat de vorige maand. De consultatiebijeenkomst in Rotterdam is georganiseerd door de Stichting Comité Javaanse Immigratie, kortweg STIJ. Met medewerking van de Javaanse sociaal-culturele organisatie BAR. Onder begeleiding van gamelang muziek en met de geur van heerlijke Javaans-Surinaamse nasi en bami lukt het Harriet Ningun van STIJ aan het eind van de bijeenkomst om goedkeuring te krijgen. Goedkeuring om het immaterieel Javaans-Surinaams erfgoed op te nemen in de Nederlandse Nationale Inventaris. Het publiek op deze bijeenkomst in Rotterdam, vooral Javaanse Surinamers, erfgoeddragers en erfgoedbeoefenaars. Harriet Ningun. Ik heb enkele mensen nodig die met ons willen sparren. Wie steekt haar of zijn vinger op? Ah, ik zie eentje. Norman, tweede. Broers, Pasaribu, voorbeeld. Hermine. Roos. Dat klinkt zelfs applaus. Welke conclusie trekt Harriet Ningun? Ik heb de conclusie getrokken dat de aanwezigen vandaag het belangrijk vinden dat wij ons immaterieel cultureel erfgoed op de nationale inventaris moeten krijgen, de inventaris van Nederland. En dat betekent zo goed als dat wij ons immaterieel cultureel erfgoed gaan borgen. En met dat borgen wordt bedoeld dat het Javaans-Surinaams erfgoed, zoals bijvoorbeeld de gamelang muziek, veilig wordt gesteld en geregistreerd bij de Nationale Inventaris. De Surinaams-Javaanse gamelang heeft eigenlijk een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Het ziet er gewoon anders uit dan de gamelang van Indonesië. En het klinkt ook heel anders vanwege het materiaalgebruik. En het wordt ook gebouwd door Javaanse Surinamers hier in Nederland. Dus wat mij betreft mag het op de lijst. Ik vond het opvallend ook dat er drie vrouwen muziek spelen. In Nederland zie ik dat heel veel vrouwen zich geroepen voelen om te spelen, maar ook om te zingen. Veel waardering is er voor dit initiatief om het Javaans-Surinaams immaterieel cultureel erfgoed te borgen. Dit was een reportage over de opname van het immaterieel Javaans-Surinaams erfgoed in de Nederlandse Nationale Inventaris. Het was een bijdrage van Sam Jones.